Ons speelfilm vanmiddag, Debbie, is een verwerking van die roman Groen Koring deur Trenard Toei. Die speelfilm is in 1965 vervaardig onder die regie van Elmo de Wit en het destijds baie opslag veroorsaak. De hoofrolle word vertolk deur Suzanne van Oudtshoorn en Leon Leroux. Ons hoop jy geniet het. Mag u veel vreugde en baie geluk ondervind in uw huweliksleven, omdat het gegrond is aan een schoon en mooi en onbaatzuchtig. Mag uw liefde groeien in de jaren wat voorlijden en uw geluk verinnerd en vermeerderen. Iets voor jou, meneer? Iets voor jou. Ga je mij niet voorstellen, Trudy? Nee, glad niet. Ik heb veel van jou gehoord. Ik voel je goed. Oeh, laat ik toch niet het venster toedraai. Iets voor jou, iets voor jou. Thank you.
Ja, volgende week gaan sleep. Nee, dankie, ek ken jou al. Blommetjie, sê dadelijk vir my wat jou naam is. Doe daar af. Ek is Mietel. En buitendien, ek sien nie my naam gemaakt in die man. Dans, en sê net nee. Nee. Nee, ek weet nie, dit is die eerste jaar, sê met samen, sê die plek. As jy saam met hom uitgaan, praat ek nie weer een woord met jou. Toe maar Trudy, ek het ook nie gesê ek sal gaan nie. Jy is nie afdruk in weg tyd vir die mee te werk is, die sy hart en is nie gebreek is. Weet jy nog my sê ek nie moeite werk? Ah nee, maar rechtig, Debbie, maar daar wil ek om jy niks te doen. Hy stoot in die grond te bederf. Hy kry sy sin in alles. Debbie, Harkie, telefoon vir jou. Vir my? Hoor maar. Is dit een man? Met ja, met een goddelike sin. Ek geweer is Paul Hugo. Hy kan nie eers wacht tot sy by die huis kom. Wil jy vir my sê? Ja, mevrou. En ek vertrou hom glad. Kan het jy van my? Kom ons raai wie het gebel. Ja, Paul sê het klaar die kaartjes vir die dans gekry. Wat sê jy toe? Ek sê toe nie, ek kan nie gaan nie. Want Trudy sê jy tot nie afgrond toe bederf. En jy breek al die meisjes haar tot ver is vir jy gaan. Hy, Debbie, jy is nie recht, of nie, sê? Nee, toe maar. Ek het vir hom gesê iemand anders het my al reeds gevra. Maar wat gaan ek nou maak? Dat is nogal slim, nee? Hy, ek het hartig jylle honger het. Daar is kou vleis in die koelkast. Tot ziens. Dankie, mevrou. Tot ziens. Hallo? 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 Moet jylle van die jorg hou? Ach, dit is alles voor die jare. Oeh, en al diepe luine. Sikker weer een van die wind. Ah, hyper die prijs van 1. Dit is nog geluid nie vir die volgende 6 maanden. Toe maar, as jy sê, dit is vir toebroekies. Ek het getender vir die eetgoed op die studietoer. O ja, van Joosja baie toe volgende naam. Kan die bien ek saam gaan? Wat? Is jy zeker? Dan kom Paul jou nie weer plaat vir die dans. Maar dan wil jy die toebroekies maak. Goed, jy kan ons hier. Dan kan ons nie saam gaan, Debbie.
op haar ogen zei dat jullie samen kon. Je moet echt weten. Shh, niet zo hard praten. Hulpmolitux gegaan. Nee, goed, dankie. Ik probeer het gelukkige vrouw wat ik geleerd heb. Ik wil nog hospitaal te verklassen. Zie je later. Hallo? Hij ontmoet eerst gaan roepen aan het weblief. Ik denk niet, Debbie zal terug, niet? Zijn pauw, ik ga tennis spelen. Nou, roep dan voor Benny zo lang. Dat ga je niet doen, hè? Jij! Nou. Jij moet komen eerst. Wat maakt het? Die fles het vet is. De kamer is er vol, ik weet niet waarom moet het zitten. Ik kan het niet op de rak houden. Nee. En nou? Vat het. Ik heb nog nooit voor jou iets gegeven. Is het voor mij? Ja, dat is voor jou. Verschrikkelijk baie, dankie. Je hoeft niet zo blij te wezen. Ik heb het baie goedkoop gekregen. Niet nou, niet dankie. Ik heb nog zo'n paar dingetjes bij die kostjes wat ik moet doen. Onthou ik zie je vanavond 7:30. Tot ziens. Tot ziens. Wat is die man? Moet niet bij mij vragen. Nee. Zolang je precies weet, maak het zeker niet staat. Hi jullie. Hallo. Hallo. Jammer, ik laat. Wat heb je hier? Ben je het voor mij present gegeven? Kom eerst jullie. Ons kom mevrouw. Goed dan. Meneer
toch, Benny? Krijg je jou nog een beetje stout dat ik vergeet om aan je tafel te zitten? Ja, mevrouw. Paul heeft mij gevraagd vanavond samen met hem te gaan dansen. Ik vind deze week aan en ik schrijf morgen toets. Maar ik ken mij daar. Doe maar, Kinky. Gaan geniet die aard. Hoe lang slapen we achter dan? Hallo Paul. Anne-Marie. Van je geluk hoor. Verjaardag. Oké, zo blij je het gekocht. Goeienavond. Hallo. Ga je met die vrouw om te dansen, niet Paul? Ik zal je dan ook opvragen. Oude kerel, die Paul Joegoen, hè? Debbie zal niet die zo kan aangaan, hè? Zij zal of Paul of haar studies moet verwaarlozen. Wel, ik hoop zij het verstandig en verwaarloos haar studies. Tanny? Jullie boeken geleerdheid betekent niet veel voor een meisje, niet. Tanny, Debbie is nog baie jong. Maar ik was maar 18 toen getrouwd is en mijn man verloor voor ik 21 was. Mijn neef verwacht zeker dat ik een oogje oor zijn dochter moet houden. Maar is hij haar studies verwaarloos? Nee, Tanny, zij verwaarloos niet al werk. Nee, ik is zeker zij zal doorkomen. Dus nee, dat... Ik denk zij niet meer die hele affaire met Paul goed te ernstig. Zij is net eenmaal jong. Laat zij die leven genieten terwijl ze kan. Maar daar Paulie mag niet die jong meisjes mak. Ik kan hem mezelf kijken, dankie. Doe maar, ik bedoel het baie goed. Mijn pa vanmorgen gebeld. Mm-hmm. Het is nou verzeker, ik ga volgend jaar Duitsland toe. Zal hij dan niet hele 4 jaar weg zijn? Misschien langer. Het is eigenlijk mijn ma waar daarop aandringt dat ik moet gaan. Zij wil ik moet specialiseren en in een groot stad praktiseren. En jouw pa, wat zei hij? Hij en Tina strijden heel dag.
Hij wil eigenlijk moeten omkomen helpen als de kinderdag klaar is. En wie gaan wij? Tina zeker als hij rechtig wil. Zal jij graag een dokter zijn vrouw willen wezen? Dit hangt aan wie die dokter is. Ik moet wel bij mij die zo'n kind waar ik wil. Ja, maar nooit eens als jij. Moet die van hulle ontslagen raken? Ontslagen raken? Het is Trudy wat voor jou allerhande nonsens vertelt. Wie weet ons dat ik jou lief heb. Wat helpt het je beter? Misschien ontmoet je iemand doorzien en dan zie ik je nooit weer niet. Trudy heeft reeds mij. Dat is weg. Geloof alles van mij wat je hoort. Geloof alles wat slecht is. Ik is voor 4 volle jaren over zee gestuurd, net om voor mij een vrouw te gaan zoeken. Verkieselijke Eskimo. Ik is jammer. Ik is rechtig jammer. Het is niet 4 jaar is het vreselijk lang. Je is mij kwaad niet, is je paard. Doe maar, mijn meisje. Jij moet nog voor Trudy gaan ompraten om samen met Benny naar ons picknick te gaan. Op die aspirant, dokter Poligo. En mag hij die Duitse nooit uitlaat? Yes. Verstand, hè? Lange Paul. Gewijs mij altijd mooi klik. Goed. Leon, kom je samen. Waarom gaf hij anderen om ons zo alleen te laten? Kom hier bij mij, dan vertel ik je op een story. Wat is het nou niet? Nee, dat is niks. Ik heb net gedacht dat het makkelijker om te leren. Nee, ik is gemakkelijk hier, dankie. Die anders zal zeker naar net terugkomen. Wat doe je eindelijk in ons wereld, hè? Stel je aan de lijn. Oh. Het is net voor mij slaaks dat je zo schielijk weer je verschijning gemaakt hebt. Ik kom naar die oude wijfvader van wel zijn. En het trouwrok ook. Daphne, jij vertel mij nou eerst. Ja, ik trouw die 10e december van Joe de Larrey. Dat was bij je geluk, meisje. Is dit hoe je mij geluk neemt? Zoenaar, Paul, je toch al bij je. Bij mooi. Heb je net helemaal net getest? Je was hier werkelijk mee bang, was je? Nee, ik was zo een beetje. Dat is jammer. Het is bekommerd met die. Dus wat lijkt dit? Wat, die boog? Dit lijkt zo'n... Zo'n paard. Maar bij prehistorie is het paard. Opstaan tijd. Je nare beest, ik wil je nooit weer zien. Ons is zomaar net langs elkaar gelegen in slaap. Kom jullie. Ja, nu nou. Ons gaan eens een paar draaien rijden. En al die mooie plekjes groeten. Als je enig beroemd is, zal ik voor jou een mooi leerstoel koop voor je studeerkamer. In jouw slaapkamer wil ik een wit en blauw matrie, een blauw gordijn. Ik denk een grijs en blauw is al meer praktisch weer. En die slaapkamer is echt baas. Ja, mevrouw Jo. Het klinkt zo wonderlijk dat jij dit zei. Ik is bang, Paul. Ik is zo bang dat er niks van komt. Kan ze maar voor altijd hier blijven? Het lijkt niet juist of die weer gaan samenspelen.
kan jy hoor? Ja. Baby. Is that Trudy? Ja, maar ons kan nie trou oor gestrand nie. Ek wil met jou trou omdat ek jou lief het. Onthou net, ons sê vanmiddag tot ziens. En dan sien ons mekaar nie weer voor oor 4 jaar nie. Kom ons trou vandag en sê niemand daarvan. Nie eens vir Trudy of vir jou ma nie. En as iets gebeur is jy nie alleen nie. Wat sê jy dit? Ek weet nie, hoe gaan ons die landros oortuig dat jy 21 is nie. Kan jy nie miskien een plan maak nie? Ek dink so. Speciale licentie. Ja. Julle het die toestemming van julle ouders? Nee, hulle is baie ver weg. En hoe oud is jy, juffrou? 21, meneer. Wacht een biekie. Dan stel ik het zo naar me. Goed jou, meneer. Jullie zullen een half uur moeten wachten. Die landros is de afspraak. Intussen kan ik die juffrouw zijn geboortecertificaat krijgen. Het is in Pretoria, meneer. Ons is baie haastig. U kan ons zien, sinds 21. Beslis ja, meneer. Jy
Die landros wil zelf die geboortecertificaat zien. Ik jammer. Dank u. Als ik weer om jou terug, moet je vrachtjes niet weer zo snaaks een brugje dragen. Vanmorgen heb ik een moeilijkheid gehad met de kinderen. Heb je voor de jongen gewerkt? Ja, goed. Weer lekker, hè. Als je karm til is, dan is lekker op. Hi, papi. Helemaal, kom eerst. Mama heeft gezegd, papi, ik nou al lang genoeg gewerkt. Steven, mama, ik kom er. Ik ga niet die trekken weg. Gaan jullie zo lang. Oh, dat moet lekker wezen, mijn dokter, dat sluit er weer. Hoe kom? Oh, je moet allerlei beroemde personen en die kleine liefde. Zes die blauwe oor, donker haren. Als je niet eens naar Burgers nie, wijs ek om vir jou een van die jou. Oh, maar jou, kan je? Dis dat onherlik. Hy kom vir my tot ziens en dan gaan hy oorsee verder studeer. Oorsee? Maar jy is soms doodgaan van verlamme. Op as jy nie doodgaan van nieuwsgierigheid nie. Kom, help my liever tafeldek. Maar hy is toch jou kerel? Hoe weet jy of jy hom ooit weer gaan sien? Kry nou eind met jou nieuwsgierigheid, hè? Het is niet nodig om mij zo'n kind te behandelen, nie? Ek is al amper 14. Amper 14, eend my daar is een rechte groot. Gaan het al werkelijk oor sê? Ja, Marie, moet ze blief jy op die ding beginnen. Baby, wat doet jou? Ja, my man. Toe Marie het net veel geleer, eend van die dag wil jy weer beter. En toe? Wat gaan van Marie hier aan? Vrouwe zaken. Haar. Sy is nie gezond nie, ek gaan hoor wat haar bekeer. Sy belang seker na jong dokter. Eet jou kos. Kan ek help my kind? Niemand kan help nie. Kom nou Debbie, so erg kan het seker nie wees nie. Dort om je eerst meteen op die stage te krijgen. Is er iets wat ik je van samenbreng? Nee, dank u. Is dat iets verkeerd? Nee, misschien moet jij eerst rijden. Oh, zo. Als je mij nooit vergeven niet. Als jouw pa, hij weet wat hem te doen. Kinders lief te heen, vir hulle te werk en op te offer, nie iwers het ons tekort geskiet. Ons moet haar help. Ons moet haar help. Wie gaan vir ons help in die skande wat sy op ons huis gebring het? Debbie is vir ons meer werd as die trots van ons naam.
lekker ze ouderen. Als die mensen eens echt van wat aangaan, is het voorbij met ons. Pieter, zij is ons kind. Ik ga naar zijn pa schrijven. Het is niet nodig dat je moet weten. Alsjeblieft, papa Moenie. Het is nodig. Jij gaat met hem trouw. Als hij niet weet wat zijn plicht is gesorst, dat hij daaraan herinnerd wordt. Alsjeblieft, papa. Ik zal voor Paul schrijven. Ja, doe het echt gekend. Hallo, meester. Hallo, meester. Hé, hey, maar het lijkt gezellig hier zo. Ja. Heb je voor mij ook een ooit? Hier is je. Waar? Jij kan blij wees je eet gekomen. Als je later gekomen, dan kan je een verjong karel mij ontvoer. Laat het net proberen. Hallo, Kathy. Goedemiddag. Goeie avond. Rekeningsverschuld voor je gemaakt. Oh, daarom heb je allemaal een hier, één voor jou. Hier is één voor Paul. Dus snap, mijn man en mijn zoon krijgen brieven van diezelfde plek af. Jou nou nogal streng vertrouwelijk gemaakt. Schrijf je de dag voor diezelfde nooit? Ik bespreek niet meer nooit eens met mijn vrouw niet. Oh. Iets voor mij? Maar echt van. Hallo, Paul. Hey, dit trek lekker. Onze daarom een plaatstukje vlees gebeuren. Dank je. Kathy gaat met gezelskaboter, wil ik hier. Jij is te oud, zei ik. Kijk niet meer naar jou. Is het waar, Kathy? Misschien bedrijf mevrouw een beetje. Natuurlijk bedrijf ze. Ik kom staan niet bij mij. Mijn vrouw is niet jaloers, niet. Pas op, Kathy. Hij vertelt graag stoute grappen voor jong nooien. Lijkt mij, mijn vrouw is jaloers. Paul, vat me Kathy en ga over mij een glaasje whisky. Geef mij een kopje. Dank je. Dank je. Dank je. Gezondheid. Gezondheid. Is het hier, hoor? Het is waar ook een paar wil praten, maar ik wou... Antwoord mij eens, waar? Ik wou net nog over pa gezegd. Net nou? Goeie hemel, je wou net nog gezegd. Alsof alles een paar ogenblikken geleden gebeurd. Alsjeblieft, pa, niet zo hard niet. Die mensen zal ons horen. Kom, een stap in, Kato. Ik is jammer, pa. Ik heb net nog eens Davy's brief gekregen. Ik heb niet geweten dat... Je weet niet gewit, nee. Dan wil je een dokter worden. Alsjeblieft, pa. Wat ga je nou doen? Ik ga dadelijk met haar trouwen als recht maken. Oh, zo praat een man. En daarmee die we zijn. Wie gaan dan je vrouw een kind onderhouden? Ik zal. Jee. Je hebt niet eens genoeg geld om jezelf te onderhouden. Die zakgeld wat je de week vermorst is meer dan je manse salaris. Het is jammer. Als je nou tijd voor zo weet, dan niet. Oma. Ik weet dat ik het gruwelijk verbrouw. Maar ik zal daarvoor vergoed. Ik zat wel vragen om je huis te nemen. Dank je, dit zal gauw weer. Die mensen wil gaan, jullie twee moet komen groet. Laat Paul hulle gaan groet.
Ek en jy het 'n paar dinge om oor te gesels. Maar my man, waarna sal dit lyk as ons twee... Laat Paul gaan. Gaan maak verskoning by ons gaste. Nou maar goed, daarna kan jy vir Cathy huis te neem, hoor. Goed. Dis daarom een mooie meisie daar, he. Ja. Goeie familie. Daar is iets wat ek jou moet vertel. Hoe nu? Kom. Paul, jou pa sê jy wil met die meisie trou. Ja, ma. Daar moet een ander manier wees. Ek gaan met haar trou. Ek sal het nie toelaat nie, verstaan jy? Dit sal jou hele leven verwoes. Ach, my sê, moet nie te gauw besluit nie. Jy het al klaar een fout gemaakt, moet nie nog een gaan maak nie. Ek kan nie anders nie, verstaan maar dan nie. Ek gaan met Debbie trou. Ek het haar lief in. Nee, nee, jy kan haar nie lief in nie, meisie wat so min van haarself dink. Van haar soort is haar baie. Hou op, Tina. Ek verag haar vir wat sy aan jou gedoen het. Jy het net jammer vir haar. Buitendien, hoe weet jy, dit is jou. Tina, hoe kan jy so gemeen wees? Paul, dink aan jou toekomst. Jy sal nooit 'n dokter kan word as jy met haar trou nie. Dis nou te laat. Nee, dis nie te laat nie. Jou pa is 'n ryk man, miskien kan ons... Daar is niks meer om te sê. Chris. Vanaand wil ek 'n groot ding vir jou vraag. Jy moet nie nee sê nie. Vra maar, as ek kan, as ek het doen. Jy is al een wat vir Paul kan help. Jy is een dokter. As jy die meisie help, is Paul vry. Ek sal my lewe gee om vir Paul te kan help. Maar wat jy nou vra, kan ek nie doen nie. Nie eers vir my nie. Nie in my hart. Nie is vir jou nie. Hallo, Debbie. Ik is zo blij je gekom. Ik ga je weer wegnemen. En dadelijk met jou trouw. En dan? Ik weet nog niet, Debbie. Maar ik zal wel een plan maken. Ek het gekom om met Debbie te trou. Wacht eers, Paul. Mevrou Melang, voor ons verder gaan, bestaan daar geen twyfel omtrent die dokter se toestand nie. Ons het daar nog nie na die dokter toe gehad nie, mevrou Hugo. Om redes wat jy seker sal begryp. Maar daar is geen twyfel. Sal jy dan omgee as my man haar ondersoek? Ek sal het nie toelaat. Hoekom moet julle alles so uitrek? Paul, dis vir ons allemaal zwaar. Ons probeer doen wat die beste is vir julle altwee. Meneer Melang, u weet zeker dat Paul en die dochter dadelijk proberen om te trouwen. Hulle is nog jong en afhankelijk van ons. En ons hebben besluit wat die beste voor hulle sal wees. Ja, dokter. Zolang ik mijn dochter ze eer herstel en haar goed verzorg. Zij zei, zij is om lief. Hij zal niet makkelijk een vrouw en een kind behoorlijk aan onderhouden. Hij is vroeger daaraan gedenkt. Ik kan hulle niet helpen. Ik heb ook niet de minste plan om dit te doen. O nee, begrijp mij verkeerd, meneer Melang, is niet wat ik bedoel het, nee, ik het aan heeltemal ander iets weggedink. Hoe is zo? En wat is dit? Wel, is niet speelikies om met niks kind groot te maken, nee. Hulle sal altijd onthouden dat Paul sy roeping gemis het, en dan begonnen of die opoffering die moeite waard was. Die plan is alleen moeilijk als Paul en Debbie bereid is om die kinkje af te staan. Hulle kan stilikies voor magistraat trouw, en ek sal sorg dat daar een goeie huis vir die kindjie gevind word. Dan kan Paul voortgaan met sy oorseese studies. En Debbie ook oor een jaar met haar. Dit is nie vir my makkelijk om so'n voorstel te maak nie. Ek gee nie meer een penny om my dochter universiteit toe te sturen.
sal reeds die meisje dat hij de eerste keer gegaan het. Als hij dan niet samen met je zien wordt zwaar krijgen, kan zij gaan werken. Waar moet zij intussen blij? Ik zal alle verantwoordelijkheid voor Polen en zijn vrouw aanvaarden. Als ze met mijn voorstel instemmen, zal ik haar helpen tot die beste van mijn vermogen. Dit klinkt voor mij naar goeie. Ik weet niet hoe Debbie daarvoor voelt. Hij zal zekerlijk instemmen in je pa's voorstel. Het is niet dikwijls dat mensen een tweede kans krijgen. De boer zal toch niet in jouw pad staan. Zij krijgt die bescherming van jouw naam. Jouw vader gaat voor haar zorg. En buitendien 4 jaar is niet zo vreselijk lang, nie? Ik wil niet met hem trouwen. Deborah! Nee, wacht, Debbie. Wacht nou eerst. Waarom moet ik met hem trouwen? Is het niet kan samen blij? En is nu ons kind van Goudie? Deborah! Jij moet die dochterse aanbod met dankbaarheid aanvaarden. Dankbaar? Waarvoor? Omdat hulle my soos my laatste wil wegsteken. Debbie, dit was nie my voorstel. Ik heb geen naam en mijn kan besoedel nie. Ik heb niks om voor dankbaar te wezen. Ik heb net gemeen dat het een goede plan is. Als jij bereid is om met mij te trouwen, zal ik alles opofferen. Ik verwacht geen verdere offer van jou niet. En ik wil ook niet in die pad van jouw geluk en jouw succes staan. Je weet je mij lief niet. Nee, Paul. Jij hebt te makkelijk die gerieflijke uitweg gekies. Hoe kan ik je nog lief nemen? Op die ogenblik is ik jou te mag gevoelloos en ik wens je wil weggaan, ver weg. Deborah! Zodat ik je nooit weer hoef te zien. Deborah! Wat is jij van plan om te doen? Verwacht jij dat ik jou in die toestand bij mijn huis moet houden? Nee, papa. Ik verwacht het glad niet. Ik zou wel een plan maken om in een inrichting te komen. Jij moet niet zo praten, Debbie. Ons naar je kijken. Je lijkt bij me op, kijk je. Ga rust nog liever. Dag, Esther. Dag, Chris. Jij ziet er nou goed uit. Hoe gaat het? Goed, dank je. Met jou? Nee, kan ik klaar niet. Kom, laat ik je voorstel. Debbie, kom nader. Het is Debbie Milan, Esther Scombe. Dag, Debbie. Jij is zeker moeg. Ik stuur nu de jongen voor die koffers. Kom, nou, maar goed. Ik heb je brief gekregen, Chris. Jij zal haar helpen, Esther. Tuurlijk. Wie is ze eigenlijk? Wel, dat is een lang story. Als ons langs die strand gaan stappen, zal ik je vertellen. Die badkamer is niet langzaam. Maak jezelf thuis hoor, dank je. Waar is haar meester, Chris, of het zijn die familie? Ja, ze het. Maar ze kon niet daar blijven. En wat? Hij is een student. Zij ook. En nou moet zij haar baba hier komen krijgen. Die arme meisje moet al die vernedering dragen. Zij kan terug gaan naar de universiteit toe, alsof niks gebeurt. Alsof daar niks gebeurt, niet alsof dat de oudrok is wat de meester kan weggooien, vergeet. Die man is even makkelijk ontslaaf van zijn verplichtingen en is zeker bezig met zijn volgende slagoffer. Je moet niet te hard oordelen, Esther. Die man is mijn eigen zoon. Wel? Goeie hemel, Chris. Je hebt niet gedacht, zoiets kan met mij gebeuren, nee. Ik heb het rechtig niet geweten, niet. Het is baie jammer. Ik zou goed voor haar zorgen. Dank je, Esther. Weer een brief, ja, die je vandaag weer altijd terugstuurt. Wil je niet graag weten wat hij schrijft? Nee, dank je, zuster. Zal je ook nooit vergeten. Dit is dit niet. Ik voel niet dat ik zo makkelijker vergeet als ze niet zo aan haar schrijven niet. Meest vergeet niet makkelijk in mijn kind. Soms is het lekker om te onthouden, maak het hier binnen. Betekent je denken meest wat kon geweest is. Dan moet ik maar weer die brief terugsturen, hè. Mij wijs niet, zuster. Kan ik haar niet van zo eenmaal, alsjeblieft? Ik zal niet weer veranderen. Ik weet waarvan ik praat, mijn kind.
is beter as jy aan nie sê. Jy maak het net oneindig zwaarder vir jouself. Ek nou rechtig eer gaan kyk hoe dit met die ander patiënt gaan. Moore, sê Debbie Malan. Nou, hier is jou klein blauw oog. Pas op ekie op terwijl ons al kamers kunnen maak. Sy verlang seker vrees dit nou, ma. Ik kan jou jammer best het liever hoor. Maar ik heb niet geweest, nee. Ik heb gestrand, maar je is van verlof afgekomen. Maar u verplicht dat ik niet geweet, nee. Ach, kan ik aan eerst een brief houden? Nee, Debbie. Ik is jammer dat ik niet zo lang zit wacht. Doe maar, dat is alles recht. Je hebt beloofd ons, dan weet je hoe we praten. Ja, ik weet. Maar ik heb gedacht dat je die één keer. Het is haar verjaarsdag vandaag. U hoeft niet te zeggen wie dit komt. Ik zal niet weer verhalen. Je hebt beloofd. Alsjeblieft. Kan ik samen over de straat stappen? Want zeker we gaan weg. Nee, dat is gelijk niet nodig, nee. Buiten die visie ook geen graagste. Oh nee, wat is niet zo erg, nee. Hoe gaan het met Johannesburgse jongkerels? Ach, ons thema is allemaal te jong. En met je baas? Nee, met hom gaan het baie goed. Je weet, Paul kom hier van die daar terug. Zo was 6 maanden. Hij is baie goed hier gekomen met lof. Ik was blij om dit te doen. Tot ziens, Debbie. Tot ziens. Die baas kan heel ochtend naar jou. Maar ik heet hem toch gevraagd. Ach, doe maar. Ons niet allemaal zo gelukkig als Debbie Malan, niet? Hij is niet meer daar, niet? Hij heeft al een hele paar keer van Kailami afgebeld om te horen of hij terug is. Kailami? Ja, je ziet het. Het is me zwaarlijk zo, ja. En dit? Hij moet de sleutel. Maar jagelen dan niet meer op zaterdag, niet? Nog dan. Hij wil je daar dadelijk heen. Je weet maar zo om daar te komen. Ja. Of anders kan je besteden je niet. Zo, hoe kom jaag je zo? Maar ik is haastig, hè? Hoe voel je vandaag, meneer? Heeltemaal goed, Gavi. Ik denk dat ze bij een goede koop gedoen hier. Haal een beetje van ons die vangprop uit. Je nog heeft mensen hou je van die motor niet. O, is een mooi kleur. Ik klinkt niet bij enthousiastisch, nee. Ik is jammer. Ik niet geweten jou, Gries. O ja, voor een hele paar jaar al. Is het daarom je zo stil is vandaag? Nee. Ik denk niet aan iemand verjaardag. Is het mijn? Ja, ik denk dat jou. Kom aan, als we roepen. Zij verhoor mij, dokter. Baie dank.
dokter? Hoe is dokter? Kom hier, Jusling. Ga naar die oom met je moeder. Blaas toe, Aikers. Blaas toe daar. Kom, mijn lieve kleindochter. Ga je blijven, T? Wil je zo gauw van mij ontslaan? Nee, mevrouw Sportwegen. Ik reed gedenken, je misschien mocht nou vandaag verjaren. Nog niet. Ik ga nog vrouwen samen mee te gaan eten en daarna ga ik die hele avond net met jou dag. Je laat me ook nooit rust niet, hè? Ik ga je ook niet meer rust laten. Niet voordat jij ja gezegd. Heb je nog niet achtergekomen hoe ik voor je voel? Die hele kantoor praat daarvan. Heb jij dit nog niet gehoord? Ik rechtig. Ons de plan maakt met jullie vinger. Dan met haar een aankom. Je is zeker niet ernstig, nee. Ik was nog nooit in mijn leven zo ernstig, nee. Maar je kent mij, Kaas. Net een paar maanden. En buitendien daar zo bij je, wil je niet weten. Oh, maar wat maakt het zaak in elk geval? Wat zie je, Debbie? Trudy. Hallo. Hallo, Benny. Hello. Hoe gaan de paar gedanken om jou? Kijk niet. Hoe vreselijk blij. Maar hoe kom zo schielijk? Jullie komen eens aan gewaarschuwd. Dit is al zo schielijk gebeurd, maar jullie zijn mijn eerste wat weer. Het is een prachtige ring. Moet je een fortuin gekozen. Dat lijkt nogal duur. Jij is een sport. Weet je, is niet gelukkig? Natuurlijk. Maar je geluk, Benny. En wanneer is je groot dag? Oh, zo 3 maanden. Dat is juist waarom ons gekomen. Ons wil graag... Jij moet zingen op ons trouwen. Zing? Ja. Ja. Maar ik heb zo'n aantal zo zing. Ik weet niet wat kan. Daar is niet één met gaan zingen op mijn trouwen. Onthou je mij nog? Oh. Je is veranderd. 4 jaar is een lang tijd. Ontmoet je Pieter. Ons is samen bij de universiteit. Aangename kennis. Verskon ons, mijn ouders een beetje hard. Oh, tot ziens. Trouw je dan prachtig gelijk. Gebruik jij altijd zo mooi in weg. Wie trouw dan in zwart? Oom zal zeker graag een krikettelling wil worden. Nee, wat is het? Verkissing was er zien. Maar cricket is maar anders. Nou. Maar luister je maar. Goed, oom, dank je. Oom stelt belang in rugby niet waar, nee. Ja, ja. Jij weet mij verteld dat oom voor westelijke provincie gespeeld is. Debbie, zwaar genoeg denk ik bij jonger geweest natuurlijk. Hoe lang ken jij al van Pieter? Ik werk al 6 maanden voor hem. Dat is niet wat ik bedoel. Nie. Hoe lang kan je al bij je? Niet zo baie lang, niet? Hij lijkt voor mij recht een gegave kerel. Daar stel ik meer geld in die boerderij om als in die bouwbedrijf. Het is zo makkelijk om boer te weten. Zo is jij eindelijk in die bouwbedrijf. Nee, papa is architect en ontwerp gebouwen. Ontwerp jij je maar liefst is voor ons een verkeerd. Ik een pittig gaan gauw een beetje kwakken. Het is zo moeilijk. Ja, als je weet wat je wel leen in de boeren. Hou je daarom van ons?
Mm, baie. Wat sonder keer. Dis ek een paar maal weet moest. Het jy hem dan nog nie vertel nie? Maar jy moet. Debbie? Goed, jij? Ik wil je graag komen zien, nog in die week als het mogelijk is. Je moet liever niet. Ik zal voor een paar maanden hier in Johannesburg geweest. Ik kom een speciale cel. Jij wil moest aan je pa gaan praktiseren. Ik wil eerst kijken hoe het hier gaat. Kan ik jou een middag na werk komen? Je moet mij liever niet weer bellen. Ik zal niet samen met jou gaan. Ook mijn idee geopend voor mijn pa voor Pieter. Ik hoop het goed in je werk. Tot ziens. Dit was dokter Paul hier goed. Lekker om te ontspannen is het niet? Ja, het is een mooie plek waar je hier is. Ah. Maar waar is die vrouwkie vanmiddag? Ha, nee, nog niet. En daar is slag is er getrapt niet. Zeg maar, wat is het woord van mijn nooitje van jou met die bruin oor? Wat is haar naam nou weer? Debbie Malang. Oh ja. Dat is een lange story. Ah. Wat is die verrassing wat je mij beloofd? Ik zie je later wees. Kom eens rijden ze eentje. Kom. Ik zo blij ik gekomen. Je maakt mij laat weet, juist terug. Toet Johan mij gebeld en een verrassing beloofd. Johan is een doorhang. Dank je. Kom. Krijg alsjeblieft al die correspondentie voor ons bij elkaar. Ik ben vriend van met kaart te gaan voor onderhandelen. Dat is die contract gekregen? Ja. Oh. Hallo. Wie praat het hier? Goed, ik ga kijken of ze hier is. Debbie, Debbie. Dat is jouw Rock Hudson, en je moet hem praten. Zie, daar is dokter Paul Lichu. Hij heeft al een keer gebeld. Ik zie je niet. Hij zal denk je werk niet meer hebben. Ik zie niet om wat hij denkt. Hallo, ik is jammer, zij zien het niet. Als hij weer komt, zal hij alsjeblieft hier voor mijn lang verhaal mee te bellen. Dank je. Debbie Malang? Ja. Hoe zit de afspraak onthou? Rechtig, Kathy. Kan ons hier liever zijn andere dag? Zij dan speciale moet gaan komen. Zo, trek uit jullie jas. Kom ons lukt. Ik kan werkelijk niet. Vandaan dan? Of morgen aan? Misschien. Als je niet nou voor mij kwaad is. Glad niet. Niet hard werk nu, hoor. Ik heb niet geweerd Debbie Malan is een van jouw patiënten. Namens de eerwaarde kerkraad doen ons die volgende afkondiging. Wie wil dan niet praten? Ons herinneren aan ons gewone kerkraadsvergadering maandagavond om 7:30. Waarom kom je alleen kerk toe? Ons herinneren ook die zusters aan hun biduurbijeenkomst woensdagochtend om 10:00 in die kerk. Ons KJV-leden komen bij elkaar voor hun bijeenkomst woensdagavond om 7:30 in de kerk. Ik moet met jou praten. Ons koorleden wordt herinnerd daaraan dat we oefenen voor ons koor. Donderdagavond om 7:30 in die kerk. Ik zal je gewoon aflaaien. Hier is mijn kar. Ik eet binnen, dankie. Is 10 minuten van jouw tijd te veel gevraagd? Ik moet met jou praten. Debbie? Ik heb zeker geen kiezen. Veranderd. Jouw haar, hè? Iemand verkiest het zo.
Jouw architect? Mag wees. Wat maakt het aan jouw zaak? Ik kan verstaan dat je bitter voelt. Ik bitter? Neem je melk in je thee? Of wil je dat iets sterker heen? Probeer je mij nou opzettelijk zeer maken. Hoe kom je hier dan gekomen? Wat wil je van mij heen? Als je mijn brieven gelezen hebt, zou je geweten het. Het is toch zeker niet plichtsbesef? Daar is verschillende redenen. Jan is zeker plichtsbesef. Wel, je hebt geen verplichting zien over mij. Ik heb gekomen om mij te overtuigen dat je mij niet meer nodig hebt. Ik heb je niet nodig, nie. En als je een beetje later gekomen, dat je mij zekerlijk getrouwd zou vinden. En gelukkig? Natuurlijk. Is je nou tevreden? Heb je om lief, Debbie? Je is nog niet zeker, nee. Ik wil met hem trouwen. En jij is die laatste in die wereld waar ik van liefde moet praten. Heb je hem al van die verleden verteld? Wat is met jou te doen? Ons het elkaar helemaal lief gehad. Paul, hoe kom loop je? Ik wil jou nooit weer zien. Ik het veranderd. Alles is veranderd. Je moet nou liever gaan. Ik heb nog niet met die gedaan. Ik wil jou weer komen zien. Nee, Paul. Lijkt me met meer zulke ongelukken maken. Je moet niet zo praten, wat dat voor mij wordt. Ik neem je morgen samen, Kat. Maar... Geen die praat, Rennie. Je hebt de verandering nodig en buitendien, ik kan mijn secretaris zo af en toe samen meenemen. Jullie compartiment is verbang, mensen. Kom, kom. Is rechtig. Nog jouw pa gaan bellen. Dit zal zeker lang nemen die tijd van die dag. Ik ga kijken of Debbie hier is.
Hij stelt niet meer belang in jou, nie? Het is mijn zaak. Ik is hier goed. Is je waarom al lang hier? Dit is niet meer. Zij zal meer legaan zich gaan rondliggen. Hij is in Kaapstad. Bezigheid? Dat doe ik. Dank je meneer, hou die plek aan. Buiten plek is het diep. Het is een soort van een kegelbaan. Het gaat deel vorm van een centrum wat hier langzaam kan komen. Lijkt me niet die kegels wat gaat doen. Kom eens hier, vrouwen. Het is zo weer. Even kijken naar die banen, Pieter Le Grandi. Oh ja, meneer de burgemeester heeft gezegd, meneer zal komen. Meneer moet maar rond, ik, excellent is. Dat was hier allemaal heerlijk laat schrikken, hè? Dit is een lieflijke plek. Ja, is het niet. Probeer gerust. Zien je hou je middelvinger zo, zit jullie daar en die duim hier achter. Goed, of nogal zwaar. Hou je ogen daar, die merk je voor jou en hier gaan we. Zie, niet zo makkelijk als het lijkt. Ik weet van moeilijke dingen. Jij gaat niet neerzetten. Dat is iets wat ik je moet vertellen. Je maakt mij recht naar nieuwsgierig. Hoor je niet? Nee. Ik geloof niet ons aan elkaar na vandaag weer zien. Wat is er gebeurd? Je zeker je van mij vertellen? Ja, ik moet. Dit was op universiteit. Uit medisch studeren. Ons in elkaar waar je lief gaat, maar is het jong. Misschien te jong. En toen? Ik moest de universiteit verlaten. Het was een dochterkie. Onze probeert trauma kon niet. Ja? Mijn pa had niet verstaan. Ik moest mijn kind weggeven. Ik heb haar nooit weer gezien. Ik weet niet eens waar ze is. Nou weet jij, zoek voor jou iemand beter. Ik wil je weer zien dat je je zo vernederen. Ik wil nooit weer daarvan horen. Wanneer trouwens? Maar ik versta niet. Veracht je mij dan? Krijg het in je kop, vrouw, met de jouw liefde zoals je is. Ik zei weer, wanneer trouwens? Enige tijd. Net wanneer jij wil, vandaag nog. Wacht, wacht, niet zo haastig. De zaterdag nog mag je ouders vertellen. Als meneer klaar is, zal ik graag wel opsluiten. Maar vast, meneer, zijn tijd. Ons het baie tijd. Maar als meneer niet ophoudt. Hij is in de waterties. Wil je niet gaan, niet? Enige plek. Kom. Ik heb Kaap toen uit, maar nu niet hier afgeleid. Ik voel een beetje moe.
Ik verstaan. Maar ik zal niet baie lang blij nie. Al is het vir Olaas. Jy het my nou die dag nie kans gegee om klaar te praat nie. Ja, maar goed. Hoe laat kan ik jou verwacht? 7:30. Ja, dat is iets wat ik jou ook moet vertellen. Hoe gaan ik met die werk? Ik is verschrikkelijk bezig. Dokter van der Riet is ziek en ik moet die werk van twee doen. Verskoon me alsjeblieft. Mijn pa brengt patiënt Johannesburg toe. En ik moet daarom voor hem bij die hospitaal weer. Doe maar mevrouw, ze is een goede hart. Dokter van Riet is hier van die beste brain specialisten in die land. Hallo. Hallo, Miss Kat. Lekker vakantie gehad? Ja, maar ik verlang alweer uit te... Stereldrek. Ja, je moet doen, maar. Niemand maar hier. Ons zal dadelijk moet opereren. Is Van Riet al hier? Nee, hij is nog in die bed. Voor die laatste drie dagen moet Paul alleen die praktijk behartig. Paul? Verskoon mij. Paul, ik wil met jou praten. Daar is een misverstand. Ik heb niet bedoeld dat jij die operatie moet uitvoeren. Hoezo? Dokter Van Riet heeft mij met zijn hele praktijk vertrouwd. Dat is niet jij niet, Paul. Dus die patiëntje. Ons kan niet wachten. Wat steekt Paul van mij weg? Als het enige ander kind was. Dus die dochter. Krijg enige ander specialist. Jij mag haar niet opereren. Weet. Debbie dat ze hier is. Nee, ze mag niet weten. Maar ze moet weten. Als iets verkeerd gaat, zal ze ons nooit vergeven. Paul moet haar dadelijk gaan bellen. Dokter, die patiënt is gereed. Dank u. Iedere keer zal moeten iets onder u doen. Daar is nog veel tijd voor. Daarom betekent het, hè? Ik heb ons gezegd, Alba. Die vertraging daarom een lieve keer. Is ik vergeven? Ik ga naar mijn werk. Ga je niet eens voor arme moe maar een kopje koffie geven? Als je wacht tot ik klaar aangetrekken, kan je samen een ontbijtje. Kom op.
Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Ja, dank u. Maar en toe? Wie ontdaalt je zo vroeg in de ochtend? Ik heb die heel nacht geopereerd. Hallo? Ja, ik hier. O, dokter Chris, hoe gaat het? Goed, dank u. Ja, hij is nog niet hier aangekomen. Hij slaapt nu. Goed, ik zal hem zien. Ja, goed. Goed, ik zal. Morgen. Tot ziens. Dat is verkeerd gegaan met jouw patiëntje. Hij is ook heel dringend bij het hospitaal. Dank je. Tot ziens, Debbie. Tot ziens. Tot ziens. Kan ons misschien eerst bij het hospitaal aanrijden, dokter Chris wil mij dringend zien. Ik weet niet waarom. Zeker. Was dat jouw medische vriend? Ja. Wacht voor mij, ik kom net. Goed. Ons wacht al een hele ruk. Kan u voor ons iets uitvinden, zonder? Ik zal nu weg van. Verskoon mij, ik zit dokter Chris hier goed. Wacht eerst nog een keer snel op, partner. Dank je. Doe maar, mama. Dus ons dochtertje is uit ongeluk gehad. Van die windpomp afgevallen. Ik is vreselijk jammer om te doen. Ik hoop niet ernstig. Wel, die specialist is al heel nacht bezig. Er net nou een complicatie ingetreden. Het is een mooi pop. Ons dochtertje. Zij heeft op haar verjaarsdag gekregen. Hoe oud is die dochtertje? Zij was 3 verleden maand. Ons dokter heeft het wel gegeven. Als ons haar moet verloren, weet ik rechtig niet. Onze dagen kreeg toen zij nog een klein babietje was. Zij heeft voor ons net vreugde en geluk gebracht. Je pa van mij. Goedemorgen. Goedemorgen, dokter. Is het bij je ernstig, dokter? Doe maar, mevrouw. Niks om te bekommeren, niet. Zij zal er nu bij komen. Die verpleegster heeft niet zo'n beetje geskrik. Ja. Ik is vreselijk verlig om dit te horen. Baie dankie, ook. Je is zeker echtig moe. Het is mijn voorrecht. Baie dankie, dokter. Zal je recht komen? Paul. Ik heb dat niet uitgevonden. Ik heb met die ouders gepraat. Het is ons kind. Ik weet. Kan ik haar voor jou gaan wijzen? Het is beter dat ik haar leven niet weer zie. Ons kan toch niks daaraan doen. Dank je, Paul. Kan ik je helpen?